Hallo allemaal, vandaag heb ik weer een Kill the Kit voor jullie. Laten we beginnen met het papier. Ik heb veel van het papier gebruikt. Ik heb van het piano papier, zal ik maar zeggen, heb ik dit nog over. Het zijn maar kleine restjes nog. Maar dan kan ik nog wel een leuke layout maken met bijvoorbeeld een songtekst. Dus deze gaan gewoon mee in mijn voorraad. Dan heb ik van dit leuke breipapier, of ja, gebreide pleat, heb ik dit stukje nog over. Dus die kan ook mooi mee in mijn stash. Deze ga ik helaas weggooien, want misschien had ik er nog hier iets uitpond. Maar dit papier heb ik goed opgebruikt. Dit vel heb ik ook nog voor de helft, dus deze kan ik nog gebruiken voor een project. Ik weet nog niet wat, maar als ik er nog iets mee maak, dan laat ik het zeker even zien op mijn blog, bijnoek.blogspot.nl. Van het 12 bij 12 sheet met alle kaartjes heb ik deze nog. Deze wil ik uit gaan knippen en ook in mijn stashje doen. Het zijn er nog heel wat, dus misschien dat ik hier ook nog een layout mee ga maken. Zo. Dan heb ik nog een heel setje labeltjes over. En ik gebruik ze tegenwoordig steeds vaker. Dus ze raken aardig op. En deze gaan ook gewoon in mijn stash, in mijn bak, zodat ik ze kan gebruiken weer. Dit zijn de die-cuts die ik nog over heb. De huisjes, het woord, de vogel. Het wolkje. Een kopje. Hallo. Nog een wolkje en een hartje wat ik zelf heb uitgepompt. Dus dat heb ik redelijk opgemaakt. Dan heb ik natuurlijk nog een rolletje washi tape. Nou, nog best wel veel van. Ik heb hem wel heel veel gebruikt, maar washi tape heb je ook nooit genoeg. Van de alfabet stickers. Ik had zelf ook een velletje, dus ik heb twee velletjes gebruikt. Deze heb ik nog over. Dan het zakje sequins. Is ook voor de helft leeg. En deze doe ik gewoon in mijn bak met alle sequins erbij. Dan hebben we nog het lint. Het roze lintje heb ik niet gebruikt. En de groene heb ik doormidden geknipt. En daar heb ik nog een veer van gemaakt. Ik zal die even bijpakken. Dat is deze. En die heb ik ook nog geborduurd. En die wil ik ook nog gaan gebruiken op een project. En het scrappersvlos heb ik ook gewoon nog, natuurlijk voor de helft, nog in mijn stash zitten. Die heb ik alleen niet bij de hand. Dan heb ik van de Puffy stickers deze nog over. Maar deze kan ik ook gewoon nog prima gebruiken bij de nieuwe kit of bij andere layouts. Van de Rijnzoons heb ik voornamelijk de grote nog over. Ik vind deze echt behoorlijk groot. Maar ik doe ze gewoon in mijn bak en dan komen ze vanzelf wel op. En net zoals deze. Deze vind ik zelf heel erg leuk. En die ga ik ook zeker nog een keer opmaken. Nou, laten we dan maar kijken wat ik gemaakt heb met deze kit. Ik heb deze pagina gemaakt, wat jullie ook konden zien in een YouTube video. Van een weekendje weg met de bloemen vergroot en geborduurd. Ik zal de link hier onderin zetten, zodat jullie nog terug kunnen kijken naar de video. Ik heb deze pagina gemaakt van mijn kat, Louise. Daar heb ik het vogeltje bij geplakt, want dat is natuurlijk wel leuk voor bij een kat. Cozy en sweet. En hieronder nog een clustertje. Ik heb deze gemaakt met alle restjes papier die ik nog had liggen van het breiclubje wat ik en mijn nichtjes hebben opgericht als grapje. Dat is deze geworden. Alle foto's kun je ook nog weer terugvinden op mijn blog. Die zou ik ook hieronder linken. En deze heb ik als laatste gemaakt. Ik vond dit papier heel erg leuk. En dat hout van Scrap Delight zelf. Dat was deze. En ik heb natuurlijk drie voorbeelden gemaakt voor de kit. Die je in de media kan zien bij Scrap Delight. En die laat ik nu
zien. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!